En dan lig je er van. Ja, laten we dat niet. Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Even dit kaartje aftrekken. Dus er is een kans dat mijn tablet weer even gaat omvallen. Maar het is weer. Nou, Nautje. Heb ik geleerd van Ayoko. Ayoko, als je deze video kijkt. Ik ga sowieso je boekje gebruiken. Ayoko heeft een boekje voor mij gemaakt. Dus. Met je volume 7. Leuk. Leuk dingetje. Een Met je volume 7 mini dagboekje. Het is allemaal niet geheim, want het is gewoon. Ja, over wanneer ik welke video moet maken om het beter te kunnen onthouden. En Ayoko, je krijgt één goed compliment en dat is. Je hebt twee. Eén. Je bent een super goede vriend. En het tweede compliment is. Dankjewel voor het boekje. Dat kan me echt gaan helpen. De derde was eigenlijk niet echt een compliment. Maar het is gewoon een bedankje. Ja, boeien. Maakt eigenlijk ook niet uit. Nou gaan we. De M16 zou testen en dat is een kweet nieuw goed ding. Echt. Serieus, dank je game. Dat ik dit scheidwapen mag hebben. Want het is niet scheid, het is keihard goed, ja. Jezus, als je. Dan moest je eens weten hoe goed dat dit ding is, ja. Oh, eentje. Een centje. Nu ben ik dus met de M16 van de die ik in de vorige video had gekregen aan het schieten. En gewoon niet weten hoe goed het wapen is. Je moet er wel zelf ammo verkopen, maar dat gaat nog wel zo. Ça va. En dan zeker voor dit wapen doe ik het graag. Maar die. Die AK is echt kaarsen, hè. Die kogels die vliegen overal heen. Zelfs waar ik ze eigenlijk niet wil laten heen vliegen. Oké, ik heb mijn M16 weer nodig. Mijn M16'tje. En ik heb 3 ijskasten dus. Die kan ik ook gewoon gebruiken. Kakmug. Oké, ik moet weer met mijn shotgun schieten. Of met mijn AK. Maar die AK ga ik niet meer gebruiken. Dat vind ik echt zo'n kakwapen. En ik heb weer een ijskast nodig. Ijskast op je bakens. Dan kan ik ze zo neerknallen. Nee. Jullie gaan mijn ding niet aanvallen. Dank u wel, zeg. 500. Precies 500. Perfect. Oh, 60 van die kogels. Voor de M16. Vanaf nu ga ik gewoon altijd schieten met de M16. Maar op dit moment ga ik nog even kogels bijkopen. Een upgrade als het kan. Nee, alleen ammo. Kan ik maar kopen. Dat vind ik prima. Wat heb ik nodig? 100.000 om of de vlammenwerper te unlocken, of de kruisboog, of de alien gun. Elk wapen dat er is, zelfs. De blob thrower is 150.000, de rest is 100.000. De RPG, dus de rocket launcher, is de $200.000. De double shotgun. Nu heb ik de shotgun, maar de double shotgun is 300. En de minigun is ook gewoon, 200. Maar deze drie wapens, elk wapen die hier tussen staat, behalve de.
Elk wapen, behalve de double shotgun, blobthrower, alien gun en de crossbow en de flamethrower. Voor de rest is elk wapen ook van GTA 5. Dus die wapens zijn de shotgun, Uzi, M16, de RPG en de minigun. Dus het zijn best wel veel van GTA 5. Maar ik moet er nog drie gaan. Nog drie doen. Want in elke video wil ik er drie of vier doen. 14 more? Ja, ik snap het ook niet waarom er nog meer zijn. Oh, die kunnen best wel goed rennen eigenlijk. Die zijn de beste renners. Je moet even reloaden, zoals je ziet. Die rode dingen zijn kogels. En ja, bij de normale shotgun, dus het eerste wapen, hebben ze het makkelijk gemaakt. Dat je het niet zelf moet kopen, de ammo. Maar dat er gewoon automatisch bij je zit te poepen. Oh ja, ik ging altijd met de M16 schieten. 230 is de max van kogels dat je kunt hebben. Die muggen wil ik altijd met de shotgun vernietigen. Ja, dat klinkt kei erg. Muggen vernietigen. Want anders verspil ik te veel kogels eigenlijk. Want die kun je amper raken. 176 heb ik nog. In dat getal zit alweer een 7. De takmuggen. Ijskast. Schiet binnen. Nee. Jullie kakbeesten. Nee, 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 nee. Blijf schieten. Check hoe weinig ik nog heb. Nee, jullie doen geen damage bij mij. Ah! Ik heb weer volle helft. 1 keer moeten restarten, maakt niet uit. En dan... Die kakmuggen. Waarom constant die beesten? En die mannetjes die de hele tijd zitten te schieten, vind ik ook eerlijk. Dik irritant. Dit is gewoon een te moeilijk level voor woorden eigenlijk. Ik ben 1 keer verloren. Maar ik had nog van die drankjes, dus kon ik het gewoon doen. Elk! Ja, dit is de eerste keer dat ik ben verloren eigenlijk. 1 keertje maar. Maar ja, het boeit eigenlijk niet. Ik moet echt geld sparen, maar ik wil al... Vanaf nu ga ik even een tijdje schieten met de shotgun. Want ik wil mijn geld sparen om die op volle kracht te upgraden. Dan is de Uzi aan de beurt. En dan is de M16. Die ik nog maar 1 keer heb kunnen upgraden. Nog 2 te gaan. Oh jongens. Ik moet ineens 3 schijten. Dit boeit jullie eigenlijk niks, hè? Die kak-UFO's. Even pauze. Ik moet even letten rot dat het niet uitvalt. Dus. Ik zal mijn scheid niet filmen. Au. Stom poortje. Misschien zijn mensen die nog geen abonnee zijn aan het denken van holy shit, die moeten ook. Sorry trouwens voor mijn scheten soms, maar jullie kunnen toch niet raken, dus doe het beeld te scherm heen. Maar ik denk dat in deze video eentje gaat zijn, 1 level, want ik moet hem al bijna gaan eindigen, de video. Maar misschien zitten sommige mensen te denken van... Holy shit, die moeten in elke video gaan kijken. Ja, hé. Hey. Ik ga echt niet abonneren hoor. Dit is vast en zeker een kak-YouTuber. Nou, het is niet mijn probleem. En zet in de reacties of ik dik gelijk heb.
Als het eruit moet, moet het eruit. En voor dat, zet in de reacties of ik het juist heb. Maar dat level dat ik pas heb gestart, dat gaan we in deze video nog afmaken. En we hebben nog maar 5 minuten, dus ik ga knippen. Tot zo. Trouwens, nog één dingetje. Zet in de reacties tot op dit moment hoeveel hele fights, hoeveel hele gevechten ik eigenlijk al heb gedaan. En bij welk level ik ben gestart in deze video. Dus tot zo. Dan wordt even een race tegen de tijd zometeen. Nu is niet race tegen de batterij, maar wel race tegen de tijd, want het wil ik wel gehaald hebben. Tegen de, ja. Ja, tegen, hoe zal ik het zeggen? Die kan weer mijn kogels afpakken. Oeh, perfect. Gast. Idiot. Oké, die is op. Echt, daar is zoom van die UFO en die vliegen. Dat is het irritantste van allemaal. Kak UFO. Nu ga ik die gewoon laten. Of wacht, die schiet ik nog even neer. Kak nog. Alsjeblieft, laat het level gedaan zijn. Ik vind dat zo kak. Die UFO's. Aha. Oké, dit is de laatste keer dat ik kan restarten. Snel even reloaden. Anders moet ik hier allemaal opnieuw beginnen. Kan zijn dat ik een extra ga maken, want ik heb nog maar 2 minuten zelfs. Dus dat is super kut als je het mij vraagt. En durf sowieso op de YouTube Gathering niet te vragen van vind je het kut als de tijd bijna al is. Ja, natuurlijk, dat is logisch. Want dan kan ik de video al gaan herinneren. En dat klinkt kei noob, maar ik vind het echt super stom als ik de video moet eindigen. Oké. Tot de volgende video met een like, abonneer en bye bye. Zet in de reacties. Nu tot nu toe hoeveel levels ik heb gespeeld. En ik moet even op mijn plekje zitten. Op mijn stapel dozen die hebben toch geen rozen. Mensen, hebben jullie genoten van deze video? Like, abonneer en bye bye. Doepie 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 doepie